Telstar in het wit, de nummer 12 van de Jupiler League tegen Eindhoven, de nummer 6. En bij Telstar op de bank Jan Poortvliet. Vorig seizoen nog verantwoordelijk voor het Eindhoven en het Poortvliet effect. Telstar komt op voorsprong, de eerste en een hele mooie voor Edwin Jesse. Onthoud die naam. En hij is er heel erg blij mee. En terecht. Dan lijkt het een makkelijke wedstrijd te worden voor Telstar. Thuis in het Tata Steel Stadion. Maar dat loopt toch anders. Hier een fors duel. En Allard Lindhout, de scheidsrechter van 23 jaar, toont dan rood aan Van Huizen. En Twan van Huizen van Telstar, die heeft juist een bus vol met vrienden en familie mee naar deze wedstrijd. Maar hij doet dus nu niet meer mee. En dan gaat het vlug. Kijk maar, Jeffrey Vlug. 1-1. En Eindhoven komt dus langzij. Wat vervelend voor de Witte Leeuwen. Na die wegzending van Van Huizen neemt Eindhoven het heft in handen. En dan lijkt het erop dat de Brabantse ploeg makkelijk nog kan gaan winnen. Maar nee, ook rood voor Eindhoven. Twee keer geel voor Jeffrey Vlug. Die jonge scheidsrechter uit de masterclass is niet bang om een kaart te geven. Dat is duidelijk. Allard Lindhout. Toch houdt Eindhoven een beetje het initiatief in dit duel. Het is iets feller. En het wint uiteindelijk ook de wedstrijd. Dit is de beslissende. De 2-1. De doelpuntenmaker heet Jelle van Kruisen. En dus 3 punten voor Eindhoven.